Zeg schat, hoe heb je je huis eigenlijk gekocht? Wel, dat is een lang, lang verhaal. Vertel, oké. Begon 25 jaar geleden. Toen ik nog thuis woonde. Bij mijn, oh ja, bij mijn moeder. Mark, Michael is al 24 jaar. Hij moet het huis uit. Dat weet ik. Hij is... Wacht, ik ga hem halen. Kom Mark, we gaan naar boven. We gaan Michael het goede nieuws vertellen. Oké. Hey mam. Mark, wat doen jullie hier? Wel, mijn jongen. Sinds jij bent afgestudeerd, hebben we iets besloten. Wij gaan voor jou een huis kopen. Een huis? Als in mijn eigen plekje, mijn eigen woonruimte, alles? Ja, maar, en op één voorwaarde. En dat is dat je zelfstandig leert worden. Oké, dan is goed. We hebben al iets op het oog, maar je gaat morgen bekijken bij met Bente, want zij heeft het huis gekocht. Bente? Ik wist niet dat zij dat doet als werk. Ja, ze werkt in de marketing en ze kent wel truc. Ze kent wel mensen die huizen verkopen, dus. Ze heeft haar zus Lotte ingeschakeld als makelaar. Oké, is goed. Om hoe laat? 15 uur. Oké. De volgende dag. Zo, Michael, dit is het huis. Wow, het ziet er wel groot uit. Hoeveel verdiepingen heeft het? Het heeft iets in de 3 verdiepingen. En het is super groot. Met een groot terras. Met alles wat je nodig hebt. Eigenlijk alles. Zullen we gaan kijken? Ja, is goed. Oké, we gaan kijken. Moeten we niet aanbellen of zo? Nee, het is volledig onbewoond. Ik heb gelukkig de sleutel. Komt u binnen? Oké. Auw. Oh hier, je telefoon. Dank u. Ik wist niet dat jij werkt als makelaar. Ik dacht dat je iets met dieren ging doen. Oh, dat doe ik er nog bij hoor. Ik werk 2 jobs. Wel, makelaars wordt beter betaald als dogwalker. Oké. Is goed. We zien. Wow, dit is wel echt groot. Dit is wel de ideale verdieping eigenlijk. En de rest van het huis? Wel, de rest van het huis is momenteel in. Wel, de resten zijn eigenlijk klaar, dus ik ga u nu de. Dit is de eerste verdieping. Oké, de rest van het huis zie ik, ga ik jou nu laten zien. En geloof het of niet, je gaat het fabulous vinden. Oké, is prima. Volg mij maar. Als dat maar een mooi huis is dan. Oké, hier. Hier kunt je momenteel goed gebruiken voor uw garage. Hier kan ook niet eens mijn auto binnen. Hier kan opeens niet mijn auto binnen. Ik heb niet eens een auto. En dit? Deze verdieping kunt je gebruiken als slaapkamer of als badkamer. Of maakt niet uit, dat is wat eigenlijk. Oké, en de laatste verdieping heb je hier van boven. Van boven heb je nou ja de. Deze verdieping kun je voor alle mogelijkheden gebruiken. Eigenlijk voor alle mogelijkheden. Hier kun je je walk-in closet maken. Hier kun je je slaapkamer maken. Noem maar op. Wow. En dit, mijn beste Michael, is de derde etage. Het heeft in totaal 2 balkons. 2 balkons, oké. En wanneer moet ik het contract precies tekenen? Oh, dat moet eigenlijk niet. Uw ouders hebben het contract al getekend. Dus het enige wat je moet doen is uw spullen eruit, is uw meubels uitkiezen en hier wonen. En de huur moet ik dan ook betalen? De huur betaalt je met het geld dat je verdient als influencer. Dat heb ik ook al besproken met uw ouders. Oh. Dat is lekker goedkoop. Oké, maar de huurprijs is. Maar de geschatte prijs is totaal iets in de 2000 euro.
102 euro. Je ouders hebben het eigenlijk al betaald, dus het enige wat gaan we doen is gewoon een meubels uitkiezen, je spulletjes eruit pakken en hier woont je dan. Oké, is goed. Wel, Michael, het was fijn om je weer te zien. We houden snel weer contact. Bye! My god, ik krijg mijn eigen huis! Oké, uw meubels komen er over een totaal 5 minuten aan, dus ik zou maar zeggen, geniet ervan, doe wat je wilt. Oh, dat zou jij zijn. Foutje! Oh, hier zijn de sleutels. Die heb ik al. De sleutels liggen bij de GSM. Dan weet je dat. Oké, nu is het tijd voor mijn meubels. Ik heb al meubels besteld via Fashionway of Modern Interiser. Oh, ik moet dan bellen met een interieurarchitect. Oké, doe ik. Hallo, spreek ik met interieurarchitect, Spreek ik met interieurdesigner? Ja, ze spreekt met Michael Marquez. Ik zou graag wat interieurideeën willen hebben voor mijn nieuw huis. Oké, voor mijn nieuwe woons. Oké, komt in orde. Michael, darling. Ja, ken ik jou? Oh. Wat even? Zien? Michael! Ja, ik werk sinds kort als interieurarchitect en ik moet zeggen, uw woonst is echt... Pwaa, kom beter. Hoezo? Geen probleem, lieverd. Ik ben hier. Ik ga er wel wat meubeltjes uitzoeken. Heb je al een idee hoe je meubels eruit moeten zien? Wel, ik had zo gedacht zo'n keuken, dan zo'n bed voor 2 personen. Wel, gelukkig heb ik in elk geval alles doorgegeven aan de bezorgers. En die komen dat binnen elk moment, binnen 2 of 3 minuten bezorgen. En voor het terras? Vooral veel planten eigenlijk. Ik ben meer een plantentype. Oké, dat is geen probleem. En voor uw keuken iets meubelachtig? Oké, ik wil een koffiemachine, iets van een espresso machine en nog zoveel meer. Oké. En voor uw... En voor u. En voor de rest? Oh, gewoon eigenlijk niet zoveel. Oké, dat is geen probleem. Ik ga er wel ook nog wat dingetjes regelen. Enfin, ik weet dat je een fashion boy bent, dus heb ik wat dingetjes laten bestellen. Oké. Goed dat ik dat weet. En je moet ook nog van de conditie werken, dus ik heb sportattributen besteld. Oh, en gaat dit ook van mijn rekening af? Ja, het kost ongeveer. Iets in totaal, plus mijn... Ik geef je een vriendenprijsje, omdat je mijn favoriete klant... Want je mijn oude vriend bent geweest. En ook omdat je mijn beste vriend bent, geef ik je een vriendenprijsje van in totaal 10 euro. Wow, dat is goedkoop. Per uur. Per uur? Ja, crisis hè. Je weet hoe het gaat. Crisis. Niet normaal. Oké, dan. Oh, en mondje. Ja, Mick? Ja. Ja, de meubels zijn al... Oké, je moet ze komen zien. Oké, bye. Oeh, wie is Mick? Is dat jouw nieuwe... Is de nieuwe make-up artiest of zo dat je mee hebt? Heb je daar iets mee? Ja, ik en Mick zijn... Samen. Gaan jullie samen wonen? Wat leuk! Dank u. Het is echt heel leuk om samen te wonen met hem. We hebben ook al... we gaan samen wonen. En mijn ouders hebben hem ook al goedgekeurd. Oké, dat is goed. Oké, liever, dat is goed. Ik ga er wel nog wat telefoontjes doen. Tot zo! Ja. Hey, schatie. Ja, bij mij. Kom zo snel mogelijk kijken. Dit huis is echt fabulous. Oké, komt in orde. 5 minuten later... Oké, schatje, ik ben zo rap mogelijk gekomen. Is dit het huis dat je wilt kopen? Ja. Is het niet een beetje te groot voor 2 mannen alleen? Wie zegt dat wij alleen gaan zijn dan? Ik wil ook nog een hond. Ja, en wie mag de hond uitlaten? Ik zeker. Jongens, geen discussie. Ben hier heeft al mijn zaken zo geregeld. Ja, je spreekt hier met de manager van de heer Marquez. Ja, ik wil zo graag zo rap mogelijk een loodgieter en een
Elektricien, onmiddellijk. Pronto. Uw meubels komen er zo aan, meneer. Oké. Okay. Is goed. In de tussentijd kan het zien alles in orde en normen en de goede banen leiden. En de auto staat ook veilig geparkeerd, toch? Ja, de auto staat super veilig. En in de tussentijd kan er geen kat binnen in het huis. Voilà. Zo de meubels zijn. Ben, ja? Kunt je iets doen aan de kapotte bel? Want mijn bel is denk ik kapot. Oh, dat kan ik wel regelen. Kunt je me lekker iemand laten komen om die bel te maken, want die is zo goed als kapot? Oké, okay, komt in orde. Oké, okay, waar wilt je waar? De bezorgers zijn er binnen 5 minuten... Wat willen jullie? Ik wil hier wel de woonkamer. Want de slaapkamer zetten we best helemaal het tweede verdieping. Oké, okay, komt er nog. En wacht even. Wat doen de rest van mijn familie hier? Oh, we komen jou helpen verhuizen natuurlijk. Ja, dan kan ik bij oma jouw kamer hebben. Alexandro. Wat? Het is ook waar. Oké okay, dan. Oké, okay, het is simpel. Oké, hoe gaan we dit aanpakken? Oké, het is heel simpel. Sien, aangezien dat jij de head bent in onze organisatie, doe je de rest wel. Oké, je moet ze commanderen. Oké, ik wil de keuken hier binnen 10 seconden geïnstalleerd hebben. Dan hier de woonkamer en de rest van het huis regelen jullie maar onder jullie heen. Ingrid, Max! Ja, mevrouw. Yes, sir, mevrouw. Oké, is goed. Bewegen. Pronto. Wow, Sien, je hebt echt inderdaad talent. Goed gedaan. Dank u. En het geld regelen we straks nog wel. Wow, schattie. Zo hebben we een chique huis. Ja, voor de komende 5 jaar. Zo, hebben wij ons huis gekocht? Toch mooi, hè? Ja. Grote keuken, grote slaapkamers, ruim... Bureau, alles eigenlijk. Dankjewel, hè. Zeg, zouden we toch een kamer leegmaken voor noodgevallen? Voor wat? Als je wel ooit kinderen wilt. Please, ik heb al ellende genoeg met mijn... We hebben al miserie genoeg met ons boeleke. Wie? Paco natuurlijk, zemmeke. Wel, we zien wel, hè. Zeg nooit, nooit.